We praten over de veranderingen als gevolg van de digitalisering. De veranderingen op allerlei mogelijke terreinen. Een serie afleveringen over de muziekindustrie. Wat verandert daar als gevolg van die digitalisering? Wat zijn de kansen? We proberen een beetje minder over de bedreigingen te praten, want daar gaat het al vaak genoeg over. Dit deel van het programma, te gast Gilles de Smit. 22 tracks. 22 tracks, ja. Ja. Wat is het? Nou ja, het meest eenvoudig is het om het uit te leggen als een online jukebox. Gecureerd door, nou ja, de beste DJ's afkomstig uit Amsterdam en sinds 22 juni Brussel. En deze DJ's hebben ieder een eigen genre waarin ze een genre beheren en elke week verversen met 5 nieuwe platen. Daardoor vallen de onderste 5 er weer vanaf. En dan heb je een soort van roulerende playlist waardoor jij als luisteraar elke keer binnen een genre de allernieuwste muziek hoort. Dat wat je gehoord moet hebben. En nou ja, dus beheerd door experts. Dus een soort van garantie. Van kwaliteit. Ja, van kwaliteit. Dat is van hun kwaliteit. Kwaliteit van de DJ, ja. Ja, 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 ja. Want ik ben groot fan van Job de Wit. Ja. Maar niet op al zijn kanalen. Nee, ja, dat hoor ik wel eens vaker. Ja, ja, nee, ja, dat vast niet. Ja, nee, dat vind ik vast niet erg. Nee, die houdt wel van een beetje kritiek. Ja. Nee, ja, ja, Job doet inderdaad 3 genres. Die doet disco, pop en rock bij ons. En ja. Nee, ja. Goede kracht. Ja. Flauw. Peter, kun je even een klein stukje laten zien? Want ik heb een stukje scherm van de computer opgenomen. Dat mensen een klein beetje een idee krijgen. Ja. Ook te verkrijgen op de iPhone en de iPad. Dat was de website. Ja. Kijk. Komt hij aan? De ADE playlist. Ja. En daar hebben we Job. Job de Wit. In het genre pop. En die heeft daar Coldplay aan toegevoegd, als ik me goed herinner. Ja, heeft hij gisteren heeft hij die toegevoegd inderdaad. Ja. Ja, terwijl zijn update dag eigenlijk altijd maandag is, heeft hij deze tussentijds nog even doorheen gegooid. Kijk, dat zijn de goede krachten, actuele... Nee, Job zit er bovenop. Ja. En je ziet daarboven, hoeveel kanalen zijn er? Nou ja, 22. Okay. En zo'n ADE is dan een speciaal kanaal voor het evenement? Ja, de 23e lijst, de branded playlist zoals we die noemen. Nou ja, dit zijn Gomez en Brutus van Dubstep. Gomez vooral bekend van de OI evenementen in Paradiso. Ja, dus echt jongens uit Amsterdam die echt vol in de scene hier staan. En hetzelfde geldt voor de jongens uit Brussel. En het is te gek, vooral ook om te zien, ik hier in Amsterdam, wat er dan in Brussel speelt. En dat hopen we dan binnenkort ook in 20 andere steden nog te gaan doen. Waarom is lokaal belangrijk voor jullie? De muziek is internationaal? Ja, nou ja, we merkten al heel snel dat er gewoon een flink verschil is tussen muziekbeleving in de ene stad en de andere stad. Dus we willen eigenlijk heel graag die steden, sound mapping hebben we het genoemd. Of city mapping, ik weet het al niet eens meer, ik ben het alweer helemaal kwijt. Je gebruikt de term niet meer? Nee, we gebruiken het niet meer, ik weet niet meer waarom. Maar we willen heel graag die scenes in kaart gaan brengen en laten zien wat er speelt in een stad. En vooral ook ervoor gaan zorgen dat jij als luisteraar gewoon echt op een ontdekkingstocht gaat. Gewoon nieuwe muziek gaat ontdekken. En hopelijk ook eens een keer een ander genre gaat luisteren dan dat je normaliter doet. Het klinkt alsof je een arbeidsintensieve idee hebt gemaakt. Aan de ene kant is het eenvoudig. Je stopt muziek in een computer en die stop je in playlist. Ja. Maar jij moet in elke stad moet je weer de nieuwe en de juiste mensen gaan zien te vinden. Ja. Oftewel wat men dan zegt in dit soort materie. Hoe schaalbaar is dit idee? Zeer schaalbaar, denken wij. Ja. Wat je wel nodig hebt is inderdaad dus in elke stad. Dus ook bijvoorbeeld, ik denk dat Brussel meteen een goed voorbeeld is. Ik en Vincent, beide oprichters van 22 Tracks, moesten naar Gent. Vincent moest daar spreken. En we liepen Koen Gallen tegen het lijf. En die kwam meteen op ons af en die vertelde van, gast, ik vind jullie concept zo briljant. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb hier een voorstel. Hier heb je een PDF. En dit zijn de DJ's en de genres waarvan ik denk dat goed Brussel reflecteert. We waren zo onder de indruk, niet alleen van zijn voorstel, maar ook van Koen zelf. Werkt voor Brussel FM en heeft daar een radioprogramma. Dus er was ook een enorme overlap tussen hem en Vincent. Vincent is een radio-DJ hier in Nederland. En kijk, als je zo'n man in zo'n stad hebt en die iedereen daadwerkelijk kent, dan worden die genres heel snel ingericht. Met ook direct de juiste personen. Dus dat is in principe het enige wat je nodig hebt. Je hebt een local nodig, chiefs noemen wij dat, city chiefs. En krijgen ze ook badges?
Nee, ze krijgen geen badges. Nee, dat niet. Nee. Ze worden wel opgenomen in een hele leuke familie, een 22-familie. Okay, maar goed, Chiefs heb je per... Per stad. Ja. Dus nou ja, hier in Amsterdam is dat altijd Vincent geweest. Die staat vol met zijn voeten in de muziekaarde hier in Amsterdam en heeft al DJ's gescout. Hetzelfde doet Koen Gallen in Brussel. En sinds kort zijn we met Samira aan de slag in Londen. Die is in Londen alle DJ's op de rit aan het zetten. En daar hopen we dan in december te kunnen launchen. Ja, ik weet dat toen je begon, was een van de items, natuurlijk als het over muziek gaat, we zullen het er niet te lang over hebben, maar recht, hè? Mag je uitzenden, wat kan je uitzenden, wat moet je ervoor betalen, et cetera. Zijn die problemen achter de rug of moet je nu in elk land overnieuw beginnen? Nee, dan krijg je weer het spelletje van we hebben het nooit als een probleem gezien, het is een uitdaging. Dat is natuurlijk een kans voor jullie. Ja. Dat moet je dus in elk land moet je dat weer opnieuw gaan regelen. We hebben het nu hier in Nederland hebben het goed geregeld. We hebben een licentieovereenkomst met Buma Stemma, dus we dragen gewoon af voor de muziek die op 20 Tracks wordt beluisterd. Diezelfde onderhandeling, daar ben ik nu mee bezig in België, dat is dan weer de Sabam. Hetzelfde zullen we moeten gaan doen in Engeland, dat is dan weer PRS. En als je naar Berlijn gaat, dan ga je weer met de zagen om tafel. En wordt het makkelijker als je al een paar voorbeelden hebt of begin je overnieuw? Het mooie is dat we met 22 Tracks toch wel echt een flink aantal prijzen hebben gewonnen. Dus dat toont aan dat er zowel vanuit de muziekindustrie, maar ook vanuit de technologie sector, dat er veel interesse is. En nou ja, dat creëert een positief beeld, wat we ook daadwerkelijk zijn. We zijn gewoon een hele goede club. Dus dat draagt bij. Het feit dat we in Nederland gelicenseerd zijn, dat zal ons ook zeker helpen. Maar het schept nog geen precedent. Dus het is niet zo dat als ik hier in Nederland een fantastische deal voor elkaar heb, dat ik dus exact dezelfde deal in België voor elkaar zal krijgen. Dus in principe begin ik weer opnieuw. Ja. Ja. Kun je een beetje een idee geven hoe groot zijn jullie? We zitten nu tussen de 30.000 en 40.000 unieke luisteraars per dag. Dat is een combinatie van de website en de iPhone-app. Van de iPhone-app lopen er inmiddels meer dan 110.000 rond in Nederland en België. Dat zijn wel... En hoe verhouden zich die tot elkaar? Zijn je gewoon een website en je mobiele apps? Poeh, dat vind ik moeilijk om... Ik denk dat de iPhone-app nu op dit moment zo'n 15-20% van het verkeer is. Ja, En groeit dat? Of is dat groeit, ja dat groeit. Ik, op dit moment ben ik niet zo heel erg gelukkig meer met de huidige iPhone app. Ik weet dat er een nieuwe aan zit te komen. We hopen die om en nabij 22 december te gaan lanceren. Wat gaat die ons anders geven dan hij nu is? Een compleet nieuwe iPhone app. Eigenlijk alles wat er nu op de website gebeurt aan functionaliteiten, shuffle functies, het creëren van de My22 lijst die we binnenkort ook weer opnieuw gaan lanceren, dat wordt toegankelijk daarin. En heel belangrijk voor veel luisteraars, de geluidskwaliteit binnen de app gaat omhoog. De audiofiel die merkte echt dat het een lagere kwaliteit was op de iPhone. En die gaat omhoog. Maar belangrijker nog, 22 oktober, en laat ik maar meteen van de gelegenheid gebruik maken, lanceren we eindelijk de Android app. Dus dat duurt niet heel lang meer. Die staat binnenkort op de marketplace. En dan gaan we ook hopelijk die markt bestormen. En hoe zie je die markt? Want dat is een hele andere markt. Ja. Jij vraagt geen geld voor de app, dus je hoeft er niet... Jawel. We hebben bij de iPhone-app hebben we in eerste instantie de eerste 80.000... Dan zat ik daarbij. Daar zat jij bij, okay. Dus daar pluk jij nu nog steeds de vruchten van. Ook straks als die nieuwe app uitkomt, want die wordt gewoon onder hetzelfde account wordt die uitgebracht. Dus iedereen die hem al heeft gekocht, die mag hem opnieuw gratis downloaden. Maar we hebben bewust de eerste 80.000 hebben gratis weggegeven om een flinke stapel ambassadeurs te creëren. Die het woord eigenlijk verkondigen over 20 Tracks, hoe handig het is. En daarna zijn we naar een eenmalige aanschafprijs van €1,59 gegaan. En dat is eigenlijk met name om de investering die we in de iPhone-app hebben gedaan, om die een beetje terug te verdienen. Viel het toen meteen stil? Nee, absoluut niet. Nee, integendeel. Nee, het toeval wilde dat we in die periode dat Vincent bij De Wereld Draait Door zat. En Matthijs van Nieuwkerken vol glorie over 22 Tracks sprak. En dat heeft toch voor heel wat namens bekend, maar ook vooral op die avond voor heel wat downloads gezorgd. Dus het blijft een betaalde app. Jullie doel is niet de groep zo groot mogelijk te blijven maken door gratis. Jawel, maar ik denk dat die €1,59 dat niet in de weg staat. Ik denk dat je voor die €1,59 ontzettend veel krijgt. Ontzettend veel kennis en van de DJ's en een enorm goede selectie aan muziek. Ik denk dat dat wel waard is. Ja.
qua geld verdienen, behalve deze inkomsten. Lijkt mij een van jullie krachten dat je lokaal bent. Hè? Ja. Want jullie werken heel vaak met, we zagen een van de voorbeelden, maar met een gesponsorde of mede mogelijk gemaakte kanalen door commerciële partijen. Is dat je belangrijkste geldstroom? Ja, dat is op dit moment onze belangrijkste bron van inkomsten. We noemen dat de branded playlist. En dat is eigenlijk de 23e lijst op 22 Tracks. En alle bezoekers die 22 Tracks intikken, die komen altijd binnen via die lijst. Dus afhankelijk van of je in België of in Nederland bevindt, word je of naar Brussel of naar Amsterdam gestuurd. En dus als je fan van rock bent, dan moet je nu langs de Amsterdam Dance Event Beats. Bijvoorbeeld, maar als jij een fan bent van rock, dan zou ik nu vooral naar Brussel gaan, want daar draait nu de Kasabian playlist. Daar zijn we ontzettend trots op. Dat is een playlist die ingekocht is door Sony Music in België. Maar ja, dus die branded playlist, dat is voor ons nu op dit moment de belangrijkste inkomstenbron. En dat is heel erg breed. We hebben nu in Amsterdam hebben Amsterdam Dance Event natuurlijk draaien. We hebben een Reebok, een Converse, een Radio 538 zelfs die bij ons adverteren. En daarnaast hebben we nog een aantal andere advertentiemodellen die wel bekend zijn. Wallpapers, bannerposities. En in de iPhone-app hebben we nog een advertentiemodel zitten. Ja, en verdien je geld? Ja, verdien je geld. We schrijven zwarte cijfers. Dus oké, gefeliciteerd. Mooi. Dankjewel. Want je hebt al je spaarcenten erin gestopt, toch? Ja, er zitten flink wat spaarcenten van zowel mij als Vincent zitten erin, inderdaad. Ik zeg, we schrijven zwarte cijfers. Dat klopt ook wel, maar we doen het ook wel echt met een zeer bescheiden salaris. Ja, okay. Ja. Je zegt die lokale adverteerders, dus je moet per land moet je ook weer mensen hebben die dat weer goed voor je gaan doen. Nou ja, het geluk wil dat wij hier in Nederland echt een hele goede partner hebben gevonden. Een goed mediabureau, dat heet Advice. En Advice is in principe wereldwijd operationeel. En ook in België zullen zij ons voorzien van adverteerders. En hetzelfde gebeurt in Londen. Wij zelf doen daarnaast ook heel veel sales. Waarin wij dan eigenlijk met name meer op het culturele gaan zitten. En dus bijvoorbeeld een Amsterdam Dance Event binnenhalen. Of een special die we nu hebben draaien. Een samenwerking met het fotografiemuseum Foam bijvoorbeeld. Dus we doen, ja, we benaderen ook nog zelf heel veel partijen. Ja. Ja. Met Tim Heineken sprak ik over, van Shuffler over en het cureren, het uitzoeken van muziek. Er is inderdaad zoveel. Ja. Maar hadden jullie niet het gevoel toen je startte, er is ook al zoveel aan muzieksites waar ik inhoud kan vinden. Er zijn radiostations waar je kan luisteren. Waarom vonden jullie het belangrijk dat dit er was? Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk beginnen dat het idee dus bij een compaan begonnen is. En dat is echt vanuit zijn beroep als radio-dj. Hip-hop radio-dj moet ik zeggen. En hij kreeg eigenlijk telkens de vraag van zijn luisteraars van, man, te gekke show. Maar het is 2 uur en die spanningsboog die kakt eigenlijk in elkaar na een uurtje. Waar haal je die tracks vandaan? En zou je ze maar anders aan me door kunnen sturen? Nee, nog beter, zou je een playlistje kunnen maken? Nou, daar is hij toen mee begonnen. En toen viel hem op dat een aantal van zijn collega radio-dj's met eigenlijk exact hetzelfde probleem zaten. Die heeft hij erbij gevraagd. En het is eigenlijk het zijn hapklare brokjes. Je krijgt gewoon van die radio DJ of die DJ krijg jij meteen zijn pareltjes te horen. Zonder advertenties er doorheen. Geen storende factor whatsoever. Je kan direct luisteren, het is klikken. Naar mijn idee is er geen eenvoudigere manier om nieuwe muziek te ontdekken dan 22 Tracks op dit moment. Ja. Maar er zijn ook sites waar mensen een playlist neerzetten waar als ik erop klik kan afspelen in Spotify bijvoorbeeld. Spotify is briljant, is te gek. Fantastisch service. Ik gebruik het zelf ook heel veel in de auto zelfs. Maar het ding is dat de muziek die op 22 Tracks staat, 70% daarvan is zo nieuw dat gewoon nog niet binnen Spotify beschikbaar is. Dat duurt nog een maandje, dat duurt nog anderhalve maand. Dus jullie zijn echt voor de fijnproevers. Ja, wij zitten eigenlijk, ik denk dat wij eigenlijk, dat je ons eerder onder de blogs kan gaan scharen dan onder een streamingdienst. Alhoewel we natuurlijk wel een streamingdienst zijn. Ja. En wat zijn je ambities? Hoe groot moet dit worden? Je had het over 22 steden. Ja, dat 22 is een terugkerend ding is. Hè? Ja, we willen naar 22 steden toe. Brussel hebben we running. Londen is nu de eerstvolgende. En
we hopen dat met het belangrijkste muziekland in West-Europa, dat daarmee eigenlijk de deuren open gaan en dat we vrij eenvoudig door kunnen rollen naar bijvoorbeeld een Berlijn, bijvoorbeeld een New York of een LA, een Tokio. Nou ja, noem maar op. Noem de mooie wereldsteden op. Daar zouden we heel graag die scene in kaart willen brengen. Ik ben wel eens bij jullie op kantoor geweest, dan een tijdje geleden moet ik zeggen, maar dat was het en kantoortje dit, maar er waren ook heel veel sportbroeken lagen daar van je collega partner die daar weer in handelt. Ja. Maar dit klinkt als het alsof er echt een internationale expansie aan de gang is. Ja, nou ja, er is ook ondertussen wel ontzettend veel veranderd. Het bereik is enorm gegroeid. De naamsbekendheid is behoorlijk gegroeid. De sportbroeken free pants, dat draait fantastisch en daar is hij ook druk mee bezig, maar de focus ligt gewoon echt bij 22 Tracks op dit moment. Het kantoor is ook inmiddels echt omgedoopt tot een 22 Tracks kantoor. We zijn nu inmiddels met 6 man. Waar dan wel wat part-timers tussen zitten, dat moet ik dan wel weer eerlijk toegeven. Het ziet er rooskleurig uit, ja. Ja. Maar zijn er momenten geweest waarop je dacht, waar ben ik aan begonnen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nee, ik ben altijd heel erg enthousiast geweest over 22 Tracks, maar de onderhandelingen die vielen in het eerste begin toch wel erg zwaar. En ook wat Tim al eerder al zei, wat dan de mensen in de eerdere uitzending zien. Ja, en die dat dit on demand ziet, kan het in een andere uitzending terugvinden. Die on demand staat, ja. Ja, dat is wel eens zwaar. Soms gaat het ook niet helemaal zoals je wilt, zoals met de wereldwijd door waar we in de uitzending, dan klappen de hele servers er weer uit. Of we hebben ergens een fout gemaakt. Ja, het hoort erbij. Wat heb je geleerd van de afgelopen paar jaar? Dat je vooral moet beginnen. Gewoon doen. Niet te veel kijken naar de valkuilen en gewoon gaan ondernemen. Zorg voor bereik en ga dan je shit pas regelen. Want je zegt eigenlijk, ik ben er naïef ingestapt. Of moet ik dat, ik had tussen de regels doorluisteren? Ik had die kennis wel in huis. Ik denk dat we dat allebei wel hadden. Maar ja, het is ook wel echt voor de liefde van voor muziek. Het is gewoon de eenvoud, de orde scheppen in die enorme chaos van muziek die overal maar te vinden is. En tuurlijk weet je welke beren op de weg zijn, maar we zijn gewoon die weg ingeslagen en we zijn nu aan het doorknallen en het lukt. Ja, als je kijkt naar de muziek en de digitalisering in het algemeen, welke ontwikkelingen zie jij waar jij enthousiast van wordt, die jou boeien? Wat is nu voor belangrijks aan het aankomen wat we moeten weten? Ja, misschien ben ik onwijs een lul dan in dat gewoon, maar ik ben vooral heel erg blij met dat wat wij aan het doen zijn. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met My22, dat is een dienst waarmee je eigen playlist kan creëren aan de hand van de muziek. Die Android app die eraan zit te komen, een nieuwe iPhone app die er aan zit te komen. Tuurlijk, ik bedoel, ik volg alles wat rondom Spotify, ik kijk naar de cijfers die daar uitrollen. Ik ben heel erg onder de indruk van de Shuffler iPad app die eraan zit te komen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die opgepikt gaat worden. En ik begrijp ook ten volle dat die... Nou ja, dat je liever natuurlijk via die featured route gaat, want dit is echt een app die men moet gaan zien. Een Turntable FM ben ik erg van onder de indruk. Zoals hij er nog een paar Mixcloud bijvoorbeeld, dat vind ik ook een fantastische service. Is dat vergelijkbaar of niet? Wat is dat? Mixcloud is eigenlijk je had vroeger Muxtape, ik weet niet of je dat kent. De nieuwe Muxtape, maar dan goed geregeld, laten we het zo maar zeggen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat was de variant van de cassettebandjes maken. Ja. Zo zag de site er ook uit, hè? Ja. Het idee was, hier kun je bij elkaar zetten in je eigen playlist. Ja, maar dit is wel echt één continue stream is het. Dus je kan er niet in skippen. Het is gewoon echt aan één stuk een mix van een DJ luisteren. Maar ook initiatieven als een Bandcamp. Fantastisch. Ja. Ja. Je zei, ik ben heel enthousiast over die Android-app die eraan zit. Zit te komen. Ik neem aan dat je daarnaar hebt gekeken. Wat maakt die Android-wereld voor jullie anders? Want naar ik begrepen heb, is het moeilijker om daar verkochte apps tot succes te maken. Ja, eens. Nou ja, we denken door de lading die het merk 22 Tracks inmiddels heeft en de enorme vraag naar die Android-app. De hele mailbox zit gewoon helemaal vol. Elke keer als we weer vertellen er is een iPhone-update, dan lult niemand erover. Maar daar heeft iedereen het over. Waar blijft die Android-app? De verwachting is dat ons dat wel gaat lukken. Ja, we gaan het bekijken. Ik krijg nog een paar simpele vragen tot slot. Ja. Ik wil zo'n kanaal. Ja. Kost dat? Ja, dat dacht ik wel dat je daarmee zou komen. Ja, dat varieert ook. Het ligt een beetje aan wie je bent. In die zin, we hebben een culturele prijs en een commerciële prijs. Ik ben heel commercieel. Jij bent heel commercieel. Nou ja, dan moet je denken tussen de 6.000 en 8.000 euro per week. Per week? Ja.
Goed, hebben we die. Hoeveel apps heb je verkocht van de iPhone-app? Er zijn 110.000 gedownload. De eerste 80.000 hebben we gratis weggegeven. Dus dat maakt dat we 30.000 iPhone-apps hebben verkocht. Oké, de volgende keer nemen we de rest van je boekhouding door. Is goed, prima. De jaarcijfers worden openbaar gemaakt. Dus in die zin kan er allemaal bij. Ja. Okay. Dankjewel. Tot zover deze topnames. 22 tracks. Check de site, check de app en kijk uit naar de Android-app. Dit programma komt tot je. Onder meer dankzij Videobricks die voor deze mooie studio zorgde. Dankzij Dusview verantwoordelijk voor de webcasting. Esther Gons zorgde voor de vormgeving en Marco Raporst maakte de muziek. Wil je die mensen bereiken omdat je zelf mooie klussen hebt die je gedaan wilt hebben? Laat het ons weten. Mailen kan altijd. Fast Moving Targets is de naam. Er zijn nog veel meer andere mooie programma's on demand.